Het afgelopen jaar waren zeker 2,5 miljoen personen en organisaties het slachtoffer van online criminelen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Wat kan je vandaag doen om jezelf en je bedrijf te beschermen tegen digitale aanvallen? En waar liggen de kansen? Welkom bij Cybersessies. In deze laatste aflevering van het seizoen zijn te gast Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Welkom. Dankjewel. Evelien Bras, directeur van Stichting FERM, dat zich inzet voor de digitale veiligheid van de haven van Rotterdam. Welkom ook. En ja, Dave Maasland, cyberdeskundige en directeur van IZ Nederland. Leuk dat je er ook weer bent. Ik noemde het net al eventjes. 2,5 miljoen personen. Dat gaat veel over oplichting, online fraude. Maar daarnaast registreerde de politie ook 15.000 cybercrime incidenten. Een stijging van 33%. Dave, is het code rood? Nou, van het KNMI heb ik geleerd dat code rood betekent niet naar buiten gaan. Extreme weersomstandigheden. Ik denk niet dat dat het is. Ik denk wel dat het code oranje is. Dat betekent, we moeten ons echt voorbereiden. En het is ook niet zo dat dit een probleem is van bedrijven of van bepaalde... Het is een probleem, Remy, van ons allemaal. Het raakt burgers, het raakt... En om je cijfers nog een klein beetje erger te maken... Wij hebben de afgelopen weken in Nederland... zien wij echt een schrikbarende toename met bijna 4000% van... de Emotet malware, wat volgens Europol een van de gevaarlijkste computervirussen is. Een soort achterdeurtje in je onderneming. Een Zwitserse zakmes waarmee je allerlei dingen kan doen. Om ook weer even aan te geven dat het ook echt iets is... waar we de komende tijd echt nog wel last van gaan hebben. Ja, Hans, echt iets om op te letten voor ondernemers, lijkt me. Ja, absoluut. En het is goed dat wat dat betreft EZ ook die informatie ook deelt... zodat we op basis daarvan meer waarschuwingen kunnen geven. En wij doen die waarschuwingen via het NCC en het Digital Trust Center... Maar daar moet veel meer awareness, veel meer opletten op dit soort activiteiten. Belangrijk. Ja, Evelien, jij zit in de sector waar we ons het meest zorgen over maken. De haven in Rotterdam. Waar hebben jullie zo al last van? Ja, nou, zorgen. Ik voel gewoon ook echt een bepaald ongemak als je het hebt over cyberdreigingen. En die komt op dit moment vooral ook voort uit de steeds meer escalerende oorlog Rusland-Oekraïne. Als havengebied ben je gewoon kwetsbaar, ben je gewoon geopolitiek, loop je in het vizier. Ja, merk je wat uit die hoek? Nou, we zien geen echte aanvallen. Maar we merken wel dat we ons bedreigd voelen. En dat is serieus genoeg. En als je bijvoorbeeld vergelijkt met mijn collega's uit de Brainport-regio... Die voelen zich oncomfortabeler met het verlies van kennis. Het diefstal van kennis. En ik zeg wel eens heel plat... wij hebben meer last van de Russen en hun hebben meer last van de Chinezen. Ja, dus wij voelen met name dreiging uit Rusland. Eigenlijk zeg je... Sabotage is waar jullie je zorgen maken. Ja. En spionage is waar Brabant zich zorgen. Ja, logistieke systemen staan enorm onder druk in de haven. Vertragingen, personeel. Alles wat er na COVID is gebeurd. En we maken ons serieus zorgen over sabotage en de impact voor de logistieke keten. Het afgelopen week zagen we het ook weer. Autoverhuurbedrijf Sixt, met meer dan 100, actief meer dan 100 landen, die was gehackt. Die legde al zijn IT-systemen plat. Schoonmaakbedrijf CWS zou ook aangevallen zijn. Legde een heel datacenter plat. Die hebben verzaakt om cybersessies te kijken. Of denk ik nu te plat, Dave? Nou, ik denk dat het te plat is. Sommige bedrijven doen echt heel erg veel. Maar het is gewoon heel moeilijk om echt alles op orde te brengen. En sommige doen gewoon te weinig. Wat ik wel belangrijk vind, is je ziet gewoon dat digitale aanvallen... hebben tegenwoordig bijna altijd fysieke gevolgen in de echte wereld. Zo'n CWS die maakt fysieke producten en dingen. Zonder IT kunnen ze die niet meer op de markt brengen, verschepen. Dus het idee, nou, een digitale aanval, dat zal wel loslopen. Die Rotterdamse haven, zoals ik er als consument naar kijk... die hangt al met schakels aan elkaar... Als één tussenpersoon eruit valt, een vrachtwagenbedrijf of iets anders... dan stort ook die hele Jenga-toren in elkaar. Nou, en daar moeten we denk ik... daar heb jij het volgens mij heel serieus over. Hans, de politie had ook bekendgemaakt dat in 2021... 34 mensen een gevangenisstraf kregen naar aanleiding van cybercrime. Mm-hmm. Het blijft dus bijna onbestraft, lijkt het wel. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ik realiseer me wel dat zodra de boeven in... Nou, Oekraïne, maar vooral in Rusland zitten... dat die bij heel lastig te pakken te krijgen zijn. Dat is wel zo. Je ziet wel tegelijkertijd dat Interpol, Europol nauw samenwerken. En er worden dus wel degelijk mensen aangepakt. Maar we moeten niet alleen kijken naar de daders... we moeten ook kijken naar de gevolgbestrijding. En dat we die robuustheid van onze infrastructuren gewoon versterken. Want dat zijn namelijk enorme in elkaar werkende ketens. En de fysieke impact zie je gewoon daadwerkelijk.
Evelien, moeten cybercriminelen zwaar bestraft worden, vind je? Nou, eerst maar zorgen dat ze te pakken krijgen. Nou, lijkt me een goeie. In deze laatste aflevering hebben we op verzoek van veel kijkers en bedrijven een speciaal blok ingeruimd voor het volgende. Stel, je bedrijf wordt gehackt, je bent aan de beurt. Wat moet je dan direct doen? Dave, je wordt aangevallen. Wat moet je doen? Ja, het is de meest gestelde vraag. En ik denk heel belangrijk, iedereen zou een digitaal vluchtplan moeten hebben. En dat staat vooral hele simpele dingen in. Of niet 4 pagina's. Wie bel ik als het misgaat? Wat doen we wel? Trek ik wel of niet de stekker eruit? Heel belangrijk. En oefen dat scenario dan ook eens een keer in die boardroom. Doe gewoon alsof met je MT. En ga dan ook vooraf vastleggen. Ik heb wel eens de vraag, moeten we wel of niet betalen? Dat hangt er vanaf. Zelfs als je in een ziekenhuis bent, kan je zeggen, nou, als wij kunnen herstellen binnen 4 uur, betalen we niet. Maar als het 24 uur duurt, betalen we wel. Want dan kost het mensenlevens. Leg die keuzes vast. Al die plannen, bewaar die ook offline. We zien nog wel vaak, we lachen er een beetje op, maar ja, er ligt zo'n bedrijf plat en je hebt die plannen niet meer. Dus heel erg belangrijk. Iets anders wat je misschien niet zo vaak hoort, maar het kan heel waardevol zijn om digitale hulpverleners te trainen. Bepaalde mensen in de organisatie die je extra goed traint, die weten wat ze moeten doen bij een digitaal incident. En ik denk wat tot slot heel erg belangrijk is, is dat je nadenkt, is een cyberverzekering iets voor mij? Dan heb ik 1 point of contact om te bellen als het misgaat. Of wil ik gewoon alvast een digitale brandweer inschakelen. Een bedrijf die klaarstaat als het misgaat. Nou, ik denk als je zo omvattend hiermee aan de slag gaat, code oranje, dan ben je voorbereid, Remy. Ja, oefenen. We hebben het vaak gehoord in de cybersessies de afgelopen weken. Maar Hans, ik kan me ook goed voorstellen dat heel veel ondernemers en bedrijven denken, ja, wat moet ik nou oefenen? Wat moet ik doen? Met wie? Heb je tips? Ja, ten eerste, dit is chefzaken. Dit is zo belangrijk dat je dit goed organiseert. En tweede is, je moet dit structureel goed in je organisatie inregelen. Daar hebben we, de afhankelijkheid is veel te groot. Cyberveilig Nederland heeft een heel mooi draaiboek gemaakt. Ik hoop dat de link straks ook ergens terug te vinden zal zijn. Waarbij je gewoon je stappenplan specifiek voor jouw organisatie op die manier kan opstellen. Het is gewoon heel belangrijk dat je dat doet. Omdat het namelijk wel afhankelijk is van je verschillende organisaties. Maar bovenal, dit is chefzaken. De hoogste baas moet zelf de verantwoordelijkheid pakken. Vanwege die dreiging in die Rotterdamse haven, doen jullie nu, hebben jullie al een aantal grootschalige oefeningen gedaan? À la 2017, stel alles valt nu uit, wat doe je dan? Zijn jullie daarmee bezig of denk je erover na? Ja, samen met onze publieke partners en de partijen die ons aangesloten zijn, hebben we recent nog oefening gedaan. Wat komt daar dan uit? Nou ja, bevindingen. Ja. Vooral dat er nog veel te doen is. Ja. Maar hoe organiseer je dat? Ga je met elkaar in een ruimte zitten? Deze was geheel online. Maar dat noemde jij net ook. Oefenen is heel goed, maar wat oefen je? Ja. Voor elk bedrijf begint het met scenario's. We hebben het heel veel over ransomware gehad in deze afleveringen. Maar je hebt ook nog iets als een ICS, SCADA, OT-omgeving. Dat is een beetje nerdy-taal voor je operationele technologie. Wat als je lopende band stilvalt? Ja. Weet je, er hoeft nog niet eens een computer met een mailsysteem aan te zitten. Maar dat is ook belangrijke technologie. Dus wat zijn jouw scenario's? Wat is dreigingen? Dus bouw je scenario's voor jouw bedrijf. Dat zou eigenlijk mijn tip 1 zijn. Werk samen, want de ontwikkelingen gaan zo snel. Niemand kan het meer alleen bijhouden. Sluit je aan bij een samenwerkingsverband, bij je keten, bij je leveranciers. En als derde, maak er iemand van. Iemand met toegang tot de chef, dicht bij de chef. Iemand in je eigen organisatie. Cyber kun je niet meer uitbesteden. Je moet het zelf doen. Ik hoorde vorige week iemand zeggen, een KSG. Een klein slim groepje. Niet een hele werkgroep of commissie te zijn, maar een paar slimme mensen bij elkaar die in ieder geval aan de slag gaan. Ja, je moet je gewoon aanwijzen als leider of bestuurder bij zo'n organisatie. Hans, uit onderzoek van KPN bleek ook afgelopen week dat de helft van Nederlandse bedrijven stelt dat ze onvoldoende voorbereid zijn op een cyberaanval. Het is een ontzettend actueel thema. We doen hier heel erg ons best. Jullie doen je best bij het NCSC. Hoe komt het dat de helft nog steeds zegt, ja, we zijn eigenlijk onvoorbereid? Toch heb ik het idee dat mensen denken, het overkomt mij niet. En in alle eerlijkheid, het overkomt je wel. Tenzij je de basismaatregel neemt, dan is de kans gewoon kleiner dat het je overkomt. Maar als je gaat kijken naar alle situaties die bij ons worden gerapporteerd, dan merk je gewoon dat een aantal activiteiten van die basismaatregelen gewoon nog niet genomen waren. En zo moeilijk zijn ze niet. Dus oefenen is een belangrijk onderdeel van. Je backup-strategie is gewoon een heel belangrijk onderdeel ervan. Dus neem nou die basismaatregelen serieus. Maak er daadwerkelijk iemand van in je organisatie. Neem het als chefzakken serieus
op, de basispunten die je zelf noemde. Dat is zo belangrijk, want zonder dat ga je een keer nat. Een van je tips was ook, Dave, bepaal van tevoren wat je gaat doen als het wel zover is. Of je misschien wel of niet zou willen betalen in het geval van een ransomware-aanval. Ja, hoe bepaal je dat? Dat lijkt me best wel ingewikkeld. Nou, dan is heel interessant wat Evelien ook zegt. Het gaat uiteindelijk, we hebben het altijd over externe problemen. Ransomware, DDoS. Een bedrijf heeft alleen maar interne problemen. Mijn lopende band loopt plat. Mijn webshop. Ga met dat MT om tafel. Bespreek dat. Wat zijn voor ons cruciale dingen? Dat als die gebeuren, moeten we handelen. Spreek dat gewoon eens een keer door. Hoe lang kunnen we zonder omzet? Hoe lang kunnen we zonder ons ordersysteem? En van basis daarvan ga je zeggen, nou, wat voor speling hebben we en wat kunnen we doen? Het is gewoon een kwestie, ja, zo simpel is het denk ik wel om soms te beginnen. Organiseer een cybersessie en praat daarover. Maar doe dat ook met je toeleveranciers. Ja, bij eens, de VDL zag je dat ASML een heleboel betrekt producten niet meer kon leveren. Ja. Dus je zit nou eenmaal in ketens en je hebt leveranciers die een deel productie voor jou doen. Op het moment dat het daar fout gaat, heb jij ook een probleem. Dus je moet het met elkaar veel beter bespreken dan nu het geval. Werkzamen. Nou, we gaan er even tussenuit voor de reclame. En na de pauze gaan we langs bij onze vaste cybersessie-expert Frank Groenewegen van Deloitte. Hij legt het Nederlandse bedrijfsleven uit wat ze nu echt moeten doen. Tot zometeen. Welkom terug bij Cybersessies met Hans de Vries, Evelien Bras en Dave Maasland. En in Cybersessies gaan we op bezoek bij organisaties om te zien hoe zij zich wapenen tegen cyberaanvallen. En deze keer bij Frank Groenewegen van Deloitte. Hij helpt complexe organisaties met hun cyberveiligheid, maar weet ook wat je als MKB'er vooral wel en niet moet doen om hacks te voorkomen. Een reportage van Suzanne Blonk. Toen ik als klein jongetje achter de computer zat, wilde ik eigenlijk al meer met de computer doen dan waar hij normaal voor bedoeld was. En dat trok toch wel heel erg mijn aandacht. En terwijl dat mijn aandacht trok, dacht ik wel, ja, dit is leuk, dit is interessant, maar ik wil dit wel op een goede manier gebruiken en inzetten. En daar heb ik van mijn passie en van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En ik doe dit inmiddels al 20 jaar. Jullie staan hier in een van onze Security Operations Centers, ons SOC genaamd. Daarin monitoren wij de computernetwerken van onze klanten. Dat wil zeggen dat wij hackers proberen te detecteren en daar effectief op te proberen te reageren. Zodat hackers geen kans hebben in de netwerken van onze klanten. Eigenlijk kan je het zien als een kat-en-muisspel, hè, wat dagelijks 24x7 doorgaat. Dus wij proberen ook 24x7, houden wij die netwerken in de gaten en reageren wij daarop. En je bent zelf verantwoordelijk, hè, voor de beveiliging van je eigen onderneming. Daarnaast hebben de meeste bedrijven ook natuurlijk heel veel klantgegevens, hè, of laten we zeggen vertrouwelijke gegevens. En daar ben je natuurlijk vanuit de wetgeving ook al verplicht, hè, vanuit de AVG, om die gewoon heel goed te beschermen. Want daar staan vandaag de dag ook hoge boetes op. Er zijn ook heel veel bedrijven die naast, hè, hetgeen wat verplicht is, ook gewoon het beste jongetje of meisje van de klas willen zijn. En vanuit de verantwoordelijkheid van een onderneming of de strategie die ze ook al vormen binnen een onderneming, gewoon heel erg veilig willen zijn en soms zelfs veiliger dan hun concurrent. Nou, dat kan ze en dat begint ook steeds wel meer te komen, is dat ze dat voordeel oplevert. En hè, we zien inmiddels dat in grote aanbestedingen, hè, die bij grote bedrijven gaan, vaak plaatsvinden, dat daar ook heel erg al gevraagd begint te worden naar hoe veilig je bent als onderneming. Dus ja, als je daar al beter in bent als een ander, dan zou het ook zomaar kunnen dat je op termijn ook eerder een opdracht krijgt gegund, omdat je beveiliging gewoon veel beter voor elkaar is. De meeste ondernemingen die je op dit moment wel ziet die in grote digitale problemen komen, waardoor in de meeste gevallen hun bedrijfsvoering ook compleet stil komt te leggen. Bijvoorbeeld die ransomware dreigingen, die criminelen die een onderneming hacken en compleet alle computersystemen gijzelen, waardoor de computers het niet meer doen. Ja, die komen toch wel, dat gebeurt toch nog wel te veel bij bedrijven die hun basis niet op orde hebben. Dus ik durf echt hier wat te zeggen, als jij meer hebt gedaan en beter beveiligd bent dan je buren, zie het ook maar, hè, als inbrekers die normaal door een straat rijden. Als jij wel goede sloten op je deur hebt, camera's aan je huis hebt hangen of kantoor en een alarmsysteem hebt, dan is de kans veel groter dat ze naar de buren gaan en niet naar jou. Dus denk ik dat is een goed uitgangspunt, maar het moet natuurlijk ook zijn, je wil denk ik ook, hè, je hebt vaak vertrouwelijke gegevens. Denk alleen al heb je niks direct met externe klanten te maken, heb je medewerkers, dossiers van medewerkers, paspoortgegevens, nou dat is bij wetgeving al verplicht. En wat we eerder ook al zeiden is, het kan natuurlijk ook een voordeel zijn, hè, als je bepaalde zaken wil doen met een bedrijf. Dat zou ik zeggen, oh, ik werk liever met een bedrijf die al heel veel vanuit zijn basis op cybersecurity op orde heeft. En kan het dus zelfs een goede plek worden op basis van concurrentie.
Er is één specifieke sector in Nederland die al jarenlang hier heel erg mee actief is. Dat is eigenlijk de bankaire sector. Dat komt denk ik deels door de banken zelf die heel veel fraude hebben gehad in de afgelopen jaren. Honderden miljoenen euro's zou je kunnen stellen zijn er buitgemaakt. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dus daarom zijn ze ook bereid om heel veel te investeren. Niet alleen aan geld, maar ook aan tijd en dus kennis. Maar we hebben ook een toezichthouder, de Nederlandse Bank is dat, die ook heel volwassen en proactief met dit onderwerp bezig gaat en is. En niet alleen vanuit een toezichthoudersrol die dus heel erg uit is op kijken waar het mis is en kijken waar het fout is om een boete uit te delen. Maar vooral om heel erg met de deelnemers, dus met de grote en de kleine banken te kijken, wat kunnen we nu echt gezamenlijk doen om veiliger te worden. En in de afgelopen jaren heeft dat vooral betekend dat banken eigenlijk met elkaar hebben uitgesproken dat ze niet meer concurreren op veiligheid, maar dat ze heel erg samenwerken met elkaar, informatie en kennis uitwisselen, zodat wat er bij de een gebeurt bij de ander niet meer kan gebeuren en ze daardoor natuurlijk als geheel met z'n allen veiliger worden. Maar als iedereen straks supergoed voorbereid is, hebben jullie dan nog wel werk? Nou, ik denk dat dat ook nog wel even duurt. Daarnaast is ook de technologie, de ontwikkelingen binnen ons domein. Elke onderneming is zo snel aan het digitaliseren, maakt zoveel gebruik van nieuwe technologieën. Dat brengt altijd weer nieuwe uitdagingen. Vanuit dat kat-en-muisspel weer met zich mee. Daar zitten wij weer bovenop om te kijken wat die nieuwe technologieën en nieuwe uitdagingen voor kansen biedt. En daar helpen we ook onze klanten bij. Ook wat voor uitdagingen en risico's. En ik denk dat we daarmee de komende jaren nog wel even zoet zijn. Ja, Evelien, jullie hebben in de haven van Rotterdam ook te maken met een heel bijzonder soort cyberaanvallen, vertelde je eerder. Ja, we hebben in de haven een probleem en dat heet storage spoofing. Storage spoofing? Storage spoofing, ja. Dat, klinkt heel vrolijk, hè? Ja, nou, misschien omdat ik erbij lach, maar eigenlijk is het niet zo heel vrolijk. Nee, is niet zo heel vrolijk. Er gaat veel olie door de haven, wordt ook opgeslagen, worden goederen vervoerd. Bij storage spoofing wordt de olie of de opslagcapaciteit al verhandeld voordat goederen daadwerkelijk in de haven komt. Die verhandeling van capaciteit, van opslagcapaciteit, van storage gebeurt veel ook digitaal. En er zijn bedrijven die doen alsof ze in de haven zitten. Dat zijn dus geen bedrijven, dat zijn dus gewoon criminelen. En die handelen virtueel in goederen. Nou, er worden aanbetalingen gedaan en blijken bedrijven gewoon opgelicht te zijn. En het gaat om hele flinke bedragen. Nou ja, per incident valt het eigenlijk nog wel mee. Als je het vergelijkt met ransomware, 50.000 euro tot een miljoen. Maar we hebben een blacklist die we bijhouden van valse domeinnamen, valse sites. En daar staan al meer dan 600 entries op. 600 valse websites die dus niet bestaan, die mensen hebben opgelicht. En als we dat met behulp van bijvoorbeeld de politie extrapoleren naar wat we denken wat voor schade het is, dan loopt het al tegen de 500 miljoen. 500 miljoen aan storage spoofing. Ik had er nog niet eerder van gehoord. Maar het is een grote risico. En specifiek iets omdat er in de haven zoveel verhandeld wordt, digitaal. Nou, een leuker bericht. Op 5 mei was niet alleen Bevrijdingsdag, maar het was ook World Password Day. Gefeliciteerd allemaal. Ja, dank. Vlag ging uit. Ik was even benieuwd het belang van goede wachtwoorden. Ik heb het weinig gehoord in de cybersessies nog. Ja, en er is ook nog steeds veel mis met wachtwoorden. Mensen worden daar moe van en ik snap dat. Bij de ene website mag je 14, 15 tekens maximaal. Bij de andere moet er een uitroepteken in. Dus er is gewoon veel onduidelijkheid. En wat voor wachtwoorden zijn nog steeds onze primaire middel om in te loggen. Dan laten we met de cybersessies in één keer korte metten ermee maken. Remy, het gaat om lengte. Hoe langer, hoe beter. Een wachtwoordzin die je goed kan onthouden. Het liefste zou ik zeggen, gebruik een wachtwoordmanager. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk. Al schrijf je ze op met verschillende wachtwoorden en berg je die op in een kluisje, is alsnog beter dan overal hetzelfde wachtwoord voor gebruiken. We willen er vanaf, maar ik ben bang dat we er nog wel even aan vastzitten. Nou, mag ik nou even op aanvullen? Zeker. Naast het feit dat je naar de lengte moet kijken, en het NCC heeft daar een advies over geschreven, is multifactor authenticatie. Dus absoluut. De twee-stap is cruciaal. Wij weten van de gemiddelde boef, zodra ze multifactor authenticatie tegenkomen bij het proberen inbreken, dat ze naar de volgende gaan. En voor de kijker, Hans, dat betekent dus dat je niet alleen je wachtwoord invoert, maar dat je ook nog een appje krijgt, een sms'je of een mailtje met een extra code, om te bewijzen dat jij wel echt de persoon bent die wil inloggen. En even wat Frank net zei in de uitzending, van joh, zorg ervoor dat het zodanig goed beveiligd is dat ze door
doorlopen naar de volgende. Daar zit wel een kern van waarheid in. Ja, Microsoft heeft zelf berekend dat volgens mij 99% van al die inlogpogingen kan voorkomen worden. In elk geval als je multifactor-authenticatie is echt heel belangrijk om te implementeren. In deze laatste aflevering van het seizoen sluiten we af met de vraag: waar gaat cybercrime naartoe de komende jaren? Hans, vertel het ons. Waar gaat cybercrime heen? Nou, ten eerste wat je gaat zien is dat ransomware gaat evolueren. Het wordt alleen maar nog ingewikkelder en nog sofisticeerder om veel meer schade te brokken en veel meer geld te doen, inclusief de mogelijkheden van sabotage. Dus Emotet en de versnelling daarvan is absoluut wel een onderdeel daarvan. Het tweede wat je gaat zien is dat wij veel te weinig cybersecurity specialisten in Nederland hebben. Die tekorten daarvan, dat is echt een serieus probleem. Onderwijs, onderzoek. De overheid gaat daar zeker meer tijd en energie in steken. Maar bedrijven moeten dat ook doen. Dus leid je eigen mensen op. Het is heel belangrijk dat we dat gaan organiseren. Het derde is deepfakes. Naar de toekomst toe ga je zien dat je soms niet meer precies weet met wie je nou in gesprek bent. We hebben gezien dat Zelensky werd nagedaan. We hebben eerder gezien dat de Tweede Kamer werd gevoeld met iemand anders. Dat gaat vaker gebeuren, helaas. Het derde, AI doet ook zijn intrede bij cybersecurity. Dus geautomatiseerde aanvallen is absoluut een onderdeel van de toekomst. En wij doen ook nu onderzoek om te zien hoe we daar meer zicht op kunnen krijgen in gezamenlijkheid met de industrie, daar andere maatregelen tegenover te stellen. En als allerbelangrijkste, die geopolitieke ontwikkelingen die er nu zijn. Helaas, maar het Westen staat de komende tijd echt nog wel tegenover Rusland met alle gevolgen van dien. En daar zou Emotet ook wel een onderdeel van kunnen zijn. Ja, we hebben een tekort aan security specialisten. Dave, hoe gaan we zorgen dat de jeugd geïnteresseerd raakt in dit onderwerp? Het is de enige duurzame oplossing om echt cybercrime is namelijk de jeugd, de nieuwe generatie, goed op te leiden. En laten we alsjeblieft ook in Nederland de initiatieven ondersteunen die er al zijn. Hackshield is een gratis game voor kinderen tussen 8 en 12 jaar oud. Ieder kind in Nederland kan dat spelen. Daar leer je alles over geldezels, malware. Het wordt op scholen gegeven. De overheid ondersteunt het. Dus laten we alsjeblieft zorgen dat we daar starten en dat Nederlands onderwijs daarmee aan de slag gaat. Dus als kijkers thuis zitten en ze hebben kids in die leeftijdscategorie, juist, dan moeten ze even googelen op Hackshield. Hackshield. Hackshield in het Engels. Zeker. Ja, je hebt er zelfs een certificaat voor uitgereikt, of niet, Hans? Ja, het is onwijs mooi om zo'n 8-10-jarige naast te hebben staan die allemaal ingewikkelde dingen kan uitleggen aan ouders en opa's en oma's, met daarmee een goed verspreiding van kennis en kunde. Dan krijg je een cyberpaspoort. Het enthousiasme is fantastisch. Ja, ik ben daar wel fan van. Ja. En mooi om te zien dat initiatief er is. Er is ook nu Hackshield for Adults. Dus het wordt echt wel komt er ook nog aan. Ja, ik ben daar fan van. Jij moet ook weer even. Ik zal de Hackshield for Adults of voor kids misschien wel gaan doen. Ja. Misschien moet ik daarmee beginnen. Ja. Evelien, Hans noemde net al even wat zaken die de komende jaren op ons afkomen. Waar maak jij je het meest druk om? Wat ik al aangegeven heb, de dreigingen van buitenaf en onderlinge verbanden. En daarom inderdaad ook voor bedrijven. Werk je eigen scenario's uit, zoek de samenwerking en maak er iemand van. Ja. Los van alle tips die al 5 afleveringen lang zijn gegeven over de inhoud, ik zou daar op boordniveau mee beginnen. Hou een cybersessie. Ja, dat is volgens mij jouw stokpaardje, toch, Dave? Ja, hou een cybersessie. Maar uiteindelijk, met veel liefde hebben we dit programma gesteund. Maar onze boodschap is wel altijd: het is een middel, nooit een doel. Het gaat om een betere toekomst. Dus ook als je het hebt over wat kan het ondernemers nou brengen. Ik denk echt, het blijft een cliché. Maar de enige reden dat we hard kunnen rijden in een auto is omdat er remmen in zitten. Want dan kan je goed met vertrouwen voor de bocht remmen en daarna weer harder. Security moeten we zo gaan zien in Nederland. Dat is denk ik de kans voor ondernemers. Nou, dat was hem alweer. Hans, Evelien, Dave, dank voor het delen van jullie kennis in deze 6e aflevering. Ja, wil je de uitzending terugkijken of de tips delen met collega's? De aflevering wordt herhaald op maandag en woensdag, maar is ook te vinden op rtl.nl, YouTube en op Videoland. Ja, we hebben deze eerste serie met heel veel liefde gemaakt en in het najaar zijn we weer terug met een tweede seizoen van Cybersessies hier op RTL Z. Hou je veilig en tot dan.